Daar zijn we dan weer. Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. En dat richting het paasweekend. Maar er wordt gewoon gevoetbald dit weekend. Want zaterdag om 16:30 dan is PSV te gast hier in het Goffertstadion. En PSV doet het goed. Heeft nog niet één keer verloren dit seizoen. Dus ja, dat is best wel een uitdaging, toch? Nou, dat is tot dit seizoen wel gebleken dat het een lastige opgave is. Omdat... Ja, nog niemand heeft in de competitie PSV weten te verslaan. Dus dat is een lastige, maar ook een mooie uitdaging. Ja, wat ik zeg, alle complimenten naar PSV natuurlijk. Wat ze gedaan hebben dit seizoen. Maar ja, elke wedstrijd is wel wedstrijd op zich. Ik bedoel, als wij gewoon goed voor de dag komen, dan moeten we gewoon zo lastig mogelijk maken voor ze. En ja, proberen natuurlijk te winnen als we thuis spelen. Dus wat ik zeg, wat een lastige wedstrijd, maar ja, natuurlijk niks onmogelijk natuurlijk. En dan keken wij naar de training op vrijdag en dan zagen we daar Sherry mee trainen. Nou, die deed dat al wat eerder. Maar ook Dirk Proper stond weer op het veld, heeft de hele training gewoon meegedaan. Dat is goed nieuws. Maar Sherry, ja, ben je dan ook fit voor morgen? Ik had het gewild, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat morgen nog even iets te vroeg komt. Dan zit ik nog niet bij de selectie, maar vanaf dinsdag gaan we weer volle bak meedoen. Dus kom maar goed. Sherry zal er dus nog niet bij zijn morgen, dinsdag waarschijnlijk pas weer. En hoe zit het met de rest van de spelers? We vragen het aan de trainer. Dirk en Charon die hebben de laatste 2 dagen meegetraind, dus dat gaat de goede kant op. Maar die zullen morgen niet spelen. Enige is dat Koki ziek is teruggekomen uit Japan. Die heeft vandaag binnen getraind, dus die zal morgen niet starten. Die zou dan eventueel wel kunnen invallen. Maar voor de rest loopt het aardig richting een volle selectie voor de laatste weken. Dus dat is heel fijn. Betekent dat als Koki niet speelt, je gewoon met Selasson de spits begint? Ja, Silla gaat in de spits beginnen. En, ja, die heeft ook denk ik de power en het vermogen om als we iets lager moeten spelen, om diepte te bespelen. Dus die gaat zeker beginnen. Ja, we beginnen aan een belangrijke reeks wedstrijden met het hoogtepunt natuurlijk de bekerfinale. Heel Nijmegen is er al mee bezig. Is dat ook in de groep? Nee, natuurlijk wat je zegt. Veel mensen denken vooral aan de beekfinale. Maar wat ik zeg, als je 3 wedstrijden achter elkaar verliest, dan kan je leuk de beekfinale spelen. Maar dan sta je dadelijk op 10e plek, snap je? Dat wil je ook niet. Je wilt gewoon de wedstrijden zo goed mogelijk doorkomen. En wat ik zeg, zo hoog mogelijk bij die play-offs plekken zien te staan. En dan heb je ook gewoon een goed gevoel richting die beekfinale. Maar wat ik zeg, wij denken totaal niet aan die beekfinale nu. Wij denken nu gewoon wedstrijd per wedstrijd. En wat ik zeg, als je een paar wedstrijden verliest, dan zit je er sowieso niet lekker in. Dus wij gaan... ons best doen om deze week heel goed door te komen. En dan kijken we gewoon verder. Nou is heel Nijmegen lijkt het alleen maar bezig met die bekerfinale. Hoe kijken jullie daarna? Want ja, de competitie gaat natuurlijk ook gewoon door. En wat je al zegt, play-off plek is ook belangrijk. Nee, maar zo precies kijken we er ook naar. En natuurlijk begrijpen en krijgen wij ook mee dat de bekerfinale leeft. Maar die leeft ook bij ons. Alleen we hebben voor die finale hebben 4... ik heb vanochtend ook gezegd finales om te spelen. En als wij daarin goede resultaten halen, hebben we een goed gevoel richting de bekerfinale. Halen wij goede resultaten, dan staan we er ook goed voor in de stand. En mocht je uiteindelijk play-offs moeten spelen, dan wil je gewoon op de bovenste 2 plekken eindigen, zodat je thuis speelt. En dat is de doelstelling. Maar toch kan ik me wel voorstellen dat je met achterhoofd die finale, hou je daar rekening mee met spelers? Ga je daar naar kijken? Nou, niet zozeer met fitte spelers niet. Omdat als je fit bent wil je ook spelen. Wel met spelers die terugkomen, zoals Charon en Dirk nu. Ja, daar wil je niet het risico meenemen dat ze daarin terugvallen. Dus daarin probeer je een gedegen plan te maken. Waardoor uiteindelijk in de loop van volgende week iedereen op het veld staat, fit is en de laatste week aan kan gaan. Dus ja, daar houden we uiteraard wel rekening mee. Vind je het lekker dat je nou na zo'n tijd rust gewoon 3 keer achter elkaar kan spelen? Ja, tuurlijk. Heerlijke, mooie wedstrijden. Hè. PSV thuis, dan gaan we naar Fortuna, directe concurrent. Dan gaan we naar Vitesse. Ja, dat zijn een mooie wedstrijden om te spelen en daar hebben we wel zin in. Ja, we beginnen dus maar eens even met deze reeks van wedstrijden. Het zijn er gelijk 3 in een week met morgen PSV. En we eindigen dan met Vitesse zonder uitsupporters, want dat werd vandaag bekend. En dat is toch wel triest. Ja, we zijn niet welkom daar. Ze durven het niet aan. Ze kunnen de veiligheid niet garanderen. Daar zal zeker nog meer over gesproken worden de komende dagen. Maar dat is pas volgende week. Eerst dus de wedstrijd van PSV. Wij weten gewoon dat morgen een heel belangrijke wedstrijd is. En... de beekfinale is mooi natuurlijk dat we die behaald hebben, maar die is pas over een maand of iets langer. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we de competitie goed doorkomen. En dat is tot nu toe het belangrijkste wat wij ook zelf weten, dat we week van week moeten bekijken en dat zien we dan wel.
Ja, dan heb ik ook nog even aan de trainer gevraagd, hoe zit het met het contract? Ze hebben gesproken met elkaar en nou, ze hebben het verhaal aangehoord en gekeken van ja, moet Rogier nog een jaartje verder? Hij zei zelfs, moet ik misschien wel 2 jaartjes verder of toch verder kijken? Nou, daar zijn ze nog niet over uit. Ze denken allebei nog even na over dat gesprek. En dan zal op een later termijn witte rook komen, zoals de trainer zelf zei. Wij zijn er heel snel weer met een nieuwe NEC-update. Morgen om 16:30 dus de wedstrijd tegen PSV, kunnen die bij zijn. Wij zijn er wel bij op de radio. En dan ook weer een update erna natuurlijk. Dat zullen we dan de zondag doen, eerste paasdag. Want dan ook weer vooruitkijkend naar de wedstrijd van dinsdag. Want dan mogen we uit richting Fortuna Sittard. Bedankt voor het kijken nu en tot de volgende.